Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 19 maart 2016. Dit is het bulletin van zaterdag. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo met een nieuwsupdate voor vandaag zaterdag 19 maart 2016. Dit is het bulletin van zaterdag. Ja, een tweede keer een aankondiging, maar er is even een testje met een nieuwe microfoon. Ik ben benieuwd of dat een beetje werkt. Because the Daily Minutes were in English yesterday, today's bulletin will be in Dutch. Tomorrow we will have the propagation bulletin. Vandaag, weer een beetje, klein beetje een reguliere uitzending. Met in elk geval na de morse een stukje Veldhel 80 bij 600 hertz. En ook een SSTV plaatje in BW 12. Ik hoop dat iedereen weer een beetje bekomen is van het dagje op de beurs. De site pi4raz.nl lette erg goed op. De melding primair gebruik voor de Passion in Amersfoort is op 15 maart veranderd van 8 MHz op 2, 3, 4, 5 MHz naar 2320 tot 2400, dus de hele 13 centimeter band. Dus let op, 22 tot en met 24 maart een zendbeperking rondom Amersfoort in de hele 13 centimeter band. Op ham-dmr.nl staat een bericht over de nieuwe Tytera MD3900, een mobiel apparaat van het merk dat al eerder de DMR-wereld op zijn kop zette. Er is een VHF-model met 50 watt en een UHF-model met 45 watt. Het apparaat is nog niet beschikbaar, maar naar verluid zal dat in mei wel het geval zijn. Dit weekend is het nieuwe Decars magazine beschikbaar via decars.nl. De meest recente vraag van het Decars-panel heeft opgeleverd dat 79% het ermee eens is dat er binnen Nederland weer de mogelijkheid moet worden gecreëerd om een telegrafie-examen te doen en daarmee de aantekening CW included op het registratiebewijs vermeld te krijgen. Andere onderwerpen in het blad zijn onder andere de NSDR-transceiver met de Red Pitaya, hoe hoog moet een diepel hangen, dat is in het Engels, een symmetrische antennestroommeter en de storingen door zonnepanelen. Agentschap Telecom maakt op haar Twitter-kanaal bekend dat het agentschap een specialist netwerken zoekt die complexe dossiers een uitdaging vindt. Het agentschap zoekt een netwerkspecialist op het gebied van draadloze netwerken op universitair niveau. Op de site twitter.com en dan agentschap T, en waarbij agentschap aan het begin en de T op het eind een hoofdletter zijn. Vandaag deel 8 van de serie over de historie van onze zendhobby. Vorige keer waren we in de periode voor en na de Tweede Wereldoorlog aangeland. Inmiddels ben ik erachter dat ook in de VS, nadat ook tijdens de Tweede Wereldoorlog daar het zendamateurisme werd opgeschort, er een soort van oorlogsamateurvergunning bestond onder de naam War Emergency Radio Service, door de Amerikaanse overheid opgezet. Deze amateurdienst bleef actief tot 1946. Een heel tragische gebeurtenis uit de oorlog was ook de arrestatie van de Poolse priester Maximiliaan Kolbe, SP3RN, door de Duitse bezetter. De Duitsers gingen er onterecht van uit dat Kolbes amateuractiviteiten betekenden dat hij betrokken was bij spionage. Hij werd om die reden op 28 mei 1941 op transport gezet naar Auschwitz. In datzelfde jaar ontsnapten 10 gevangenen uit Auschwitz. 10 gevangenen die daar zaten zouden vervolgens werden gedood als genoegdoening, CQ wraak. De priester en zendamateur vond daar de dood toen hij zich opwierp als vrijwilliger om de plaats van een van de veroordeelden in te nemen. SP3RN werd in 1982 heilig verklaard. Sint Maximiliaan Kolbe wordt binnen de Rooms-Katholieke Kerk sindsdien beschouwd als beschermheilige van de zendamateurs. Na de oorlog kwam het zendamateurisme gaandeweg overal weer op gang en brak er een periode van een grote hoeveelheid beschikbare surplusapparatuur aan die door amateurs dankbaar voor ombouw en gebruik op de amateurbanden werd gebruikt. De gecombineerde 10 en 11 meterband liep in die tijd nog van 27 tot 30 megahertz. In 1947 raakten de amateurs de bovenste 300 kHz van die band kwijt, waardoor 10 meter ook nu nog 29,7 als bovenste bandgrens heeft. Tijdens de jaren 50 vestigde zich het gebruik van enkel zijband bij amateurs en raakten een aantal amateurs geïnteresseerd in ruimtevaart, bijvoorbeeld door het in 1957 ontvangen van de signalen van de Sputnik. Amper 4 jaar na de lancering van de Sputnik in 1961 hadden de amateurs al hun eigen satelliet, de Oscar 1. Belangrijk in de jaren 50 was verder het internationale geofysische jaar. In dat jaar zorgden amateurverbindingen er bijvoorbeeld voor dat het Amerikaans marinepersoneel dat gestationeerd was in Antarctica met het thuisfront in contact kon komen. Telefoonverbindingen waren er voor de manschappen nog niet beschikbaar, maar omdat Amerikaanse amateurs mochten phonepatchen, dat wil zeggen telefoonverbindingen voor derden verzorgen, wat hier in Europa volkomen ondenkbaar was, daardoor konden zij die rol vervullen.
Dat internationale geofysische jaar, dat duurde van 1 juli 1957 tot 31 december 1958, was voor amateurs, net als andere aan de wetenschap gelieerde hobby's en voor de wetenschap zelf natuurlijk, een interessant jaar. Het IGY is ook bekend van het nummer van Donald Fagen van Steely Dan IGY. Het IGY markeerde het einde van een periode in de Koude Oorlog waarbij er tussen Oost en West nagenoeg in het geheel geen interactie tussen wetenschappers plaats kon vinden. Tijdens het IGY werd ook de Sputnik gelanceerd. Het IGY viel verder heel strategisch samen met de top van zonnevlekkencyclus nummer 19. En veel ontdekkingen tijdens dat jaar hadden met de ionosfeer en met de ruimte rondom de aarde te maken. De Van Allen stralingsgordels werden bijvoorbeeld uitgevonden, maar ook dingen als de voor aardbevingen zeer belangrijke dynamiek tussen de tektonische platen. Onderzoeksdoelen van het IGY waren aurora, nachtelijk hemellicht, kosmische stralen, aardmagnetisme, zwaartekracht, fysica van de ionosfeer, precisienavigatie, meteorologie, oceanografie, seismologie en zonneactiviteit. Er deden 67 landen mee. In het volgende deel de historie van de 70 MHz-band 4 meter die nauw verband houdt met het IGY. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.